Welkom bij TVW Sport, waarin we onze blik weer richten op het topamateurvoetbal van dit weekend. 4 wedstrijden uit de tweede divisie en ook nog beelden uit de derde divisie zaterdag. En er zitten weer een paar hele interessante duels bij. Wat dacht u bijvoorbeeld van de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Katwijk? Ja, het kan verkeren, zeker ook in het voetbal. Vorige week nog was de stemming rondom Rijnsburgse Boys nou niet opperbest. De ploeg had 3 keer op rij verloren, er was een stevig groepsgesprek geweest. Het programma wat kwam was loodzwaar. Hardenbergen uit en dan midweeks de Treffers thuis. En dan ook nog eens als toetje Katwijk thuis. Nou, van Hardenbergen en de Treffers werd verrassend ruim en eigenlijk ook heel overtuigend gewonnen. En dat betekent niet alleen dat het humeur in Rijnsburg weer wat beter is, maar ook dat ze stijgen van plaats 13 naar plek 9. Zijn de mannen van de nog altijd zieke trainer Henk Winsman in staat om die perfecte reeks neer te zetten? Het zal een pittige dobber worden trouwens hoor, want ook Katwijk is in goede doen na 2 comfortabele zegens op TEC en OFC. Bij Katwijk trouwens werd deze week het contract met trainer Anthony Correa opengebroken. Hij blijft ook volgend seizoen nog actief op de Katwijkse krom. Goed, we gaan naar het voetballen. Rijnsburgse Boys tegen Katwijk. De vraag die de mensen bezighoudt in Rijnsburg is: kunnen de Rijnsburgers ook die derde loodzware wedstrijd op rij in winst omzetten? En na 8 minuten komt daar nog niet het hele antwoord. Maar in ieder geval een duidelijk signaal. Razendsnelle counter. Katwijk stond nog aanvallend. Assante met heel veel snelheid. En dit is de gevierde man. Virgil Zelderust viert het met zijn ploeggenoten. De 1-0 voorsprong. Uitstekende afronding van een prima aanval natuurlijk. El Azouti. Suleiman. El Azouti, is dit de gelijkmaker? Nee, Sonneveld. Ja, de beginfase is aantrekkelijk. Spel golft op en neer. Dit was toch een dot van de mogelijkheid voor Katwijk. Assante. Schot is een beetje gekraakt. En Van Leeuwen kan hem eigenlijk makkelijk pakken. Van Leeuwen, de minst gepasseerde keeper in de tweede divisie, heeft er pas 3 tegen gekregen. Ja, 4 met deze ene erbij van Rijnsburg. Suzanne. Met een mogelijkheid op de gelijkmaker. Sonneveld tikt die bal over. Dit is mooi van Zelderust. Oh, het overstapje van Spruit. Zelderust, ja, alles klopt. Alles lukt. Alles verandert in goud, zo lijkt het. En wat heeft die ploeg dan aan gedatenverwisseling ondergaan? Kijk eens even. Na Excelsior Maassluis zaten ze in zak en as. En dan een overwinning op Hardenberg. En prima overwinning op de Treffers midweeks. Ja, en dit gaat ook gewoon een winstpartij worden. Dani van der Moot met de 3-0. Onvoorstelbaar, 35 minuten gespeeld. Spruit die wordt neergehaald, spel gaat door. Van der Moot. En het wordt allemaal nog erger voor Katwijk. Ja, het tempo is bijna niet bij te benen. Dit is weer Virgil Zelderust. Een loepzuivere hattrick. Ja. Hij neemt het applaus dankbaar in ontvangst. 4-0 mensen. Dat is de ruststand. Dan dondert het natuurlijk in de kleedkamer bij Katwijk. 3 wissels. Ravensbergen, Essenboom, El Azouti eraf. En Kok, Christina en Van Mil. Ja, die moeten dan maar kijken of ze tij kunnen keren. Maar vooralsnog is er 1 ploeg. Ja, die natuurlijk met die 4-0 voorsprong heel makkelijk voetbalt. Zelderust op Assante. Dat was bijna nummer 5. Het is een lekkere tandem hoor, die ze daarvoor in hebben staan bij Rijnsburg. Zelderust en Assante. Ze zijn belangrijk. 4-0. Katwijk. Ze spelen niet energiek genoeg. Ze laten zich in de duels toch een beetje het kaas van het brood eten. Ja, en dan kan je wedstrijden heel moeilijk winnen.
Het blijft bij 4-0. Een eerste helft die krankzinnig was. En in de tweede helft houdt Rijnsburg prima stand. Ze winnen de derde wedstrijd op rij. 4-0 tegen Katwijk. Ja, 9 punten hè, uit 3 loodzware wedstrijden. Terwijl Rijnsburg iets meer dan een week geleden nog in zak en as zat. Ja, zo'n wonderbaarlijke wederopstanding vraagt natuurlijk om een verklaring. Dat is een hele goeie. Ik denk dat er wat in ons drinken zat of zoiets. Nee, maar ja, zoals iedereen weet hebben we een goed gesprek met elkaar gehad. Zoals we eigenlijk wel gewend zijn in de voetballerij als het even niet goed gaat. Elkaar gewoon recht in de ogen aangekeken en van daaruit gaan bouwen. Als ik dan hoor, ja, er is een goed gesprek geweest en de ruis is weg en we weten weer wat we aan elkaar hebben. Dan denk ik, ja, je moet het wel even laten zien op het veld. En tegen de tegenstanders die jullie gehad hebben, Hardenberg, Treffers en Katwijk, onvoorstelbaar. Ja, het zijn niet de makkelijkste. Het was een heel goed gesprek. Ja, wat je zegt, het zijn niet de makkelijkste tegenstanders. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook kwaliteit. En ik denk dat tegenstanders ook naar ons kijken en analyseren en zien waar onze krachten liggen. En ja, die hebben we gewoon benut. En we hebben gewoon heel veel gescoord. We hebben er 1 tegengekregen uit een penalty. Ook nog wel te verstaan. Dus ja, het valt gewoon goed op zijn plek op dit moment. Wat ging er mis? Nee, Rijnsburg heeft ons gewoon in de omschakeling heel veel pijn gedaan. En van tevoren wisten we dat het zou gebeuren. Ja, dat vroeg ik me af, want dit is het recept van de laatste 2 wedstrijden. Je kan niet verrast zijn. Ja, dat is het recept van Rijnsburg van de laatste 3 jaar, geloof ik. En de ene keer werkt het wat beter voor ze dan de andere keer. Vorig jaar heeft het ook 2 keer gewerkt tegen ons en nu weer. Dus stom van ons. Kan niet anders zeggen. Wat mij opvalt, de strijdlust, de verbetenheid in de duels bij Rijnsburgse boys, die miste ik een beetje bij Katwijk. Is dat door die snelle tegentreffer dat er gedacht wordt, oh joh, wordt het zo'n dag? Nou ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt. Ik denk als je de eerste helft kijkt, dat we inderdaad van slag waren, hoe het leek. Daardoor is de wedstrijd ook binnen 10 minuten gespeeld, want die goal komt tegen. Terwijl eigenlijk niks aan de hand is, hè, op die goal na. Dan is er op zich nog steeds niks aan de hand, maar wel als je even uit elkaar valt. En daar leek het op dat we qua power weg waren. We waren gezien. Ja, en dat viel zo erg op dat Rijnsburg daar gewoon enorm goed gebruik van heeft gemaakt. En wij ons echt zelf een hele slechte dienst hebben bewezen. Hoeveel ballen heb jij thuis liggen eigenlijk? Met andere woorden, hoe vaak scoor jij een hattrick? En zeker een loopzuiver? Ik denk dat het mijn derde is. Derde, dus dat is lekker. Met een goudrandje deze. Ja, zeker. Dit smaakt wel lekker. Ja, tegen Katwijk zo. We gaan naar Quick Boys. Dat mag zich sinds vorige week de trotse koploper noemen van de tweede divisie. De ploeg van Edwin Grunholz speelt dit weekend tegen een van de zwakkere broeders. Of misschien beter gezegd de zwakkere broertjes. Want het is namelijk Jong FC Volendam. Een wedstrijd die zonder publiek gespeeld moet worden. Dat is nog een openstaande straf van de KNVB. Naar aanleiding van de ongeregeldheden vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Rijnsburgse boys. Maar goed, ja, in het duingebied van Katwijk is genoeg ruimte om een mooi plekje te vinden voor de diehard Quick Boys supporters. Ronald van der Geer doet verslag van Quick Boys tegen Jong FC Volendam. Geen supporters welkom op Voorpark Nieuw-Zuid. Dus staan ze in de duinen om toch een glimp op te vangen van de wedstrijd. Van de koploper van de Jacks League tegen Jong Volendam. Dat is de nummer 15, maar heeft wel deze Antonioli. Maar de eerste redding van Paul van der Helm is noodzakelijk. Quick Boys wil nog wel eens een steekje laten vallen. Maar lijkt eigenlijk steeds beter in het spel te komen onder aanvoering van El Kashati. Man die altijd wel een garantie heeft voor een goal in welke wedstrijd dan ook. De wedstrijd begon al om 2:30 in de middag. Lekker vroeg dus. En hier is een misverstandje achterin. En dan wordt iedereen zoek gespeeld. En is daar El Kashati. Voor de 6e keer op rij maakt hij een doelpunt. Het record is van Ignacio. Die deed dat 8 keer. Toen in dienst van AFC. Maar als deze El Kashati zo doorgaat, dan komt hij heel dichtbij. Het is 1-0 voor Quick Boys. Speler onderuit. Van Oevelen geklopt, de keeper. En niks te vertellen dus. Het elftal van Kiki Moussampa. En Quick Boys raakt dan op stoom. Het is kappen, draaien. Het is nog eens een keer afleggen. En het doelpunt wordt gemaakt door Jim Beers. Notabene een speler die vorig jaar nog het oranje droeg van Volendam. Hier terecht kwam in Katwijk.
En er natuurlijk op gebrand is om een doelpunt te maken. Kijk eens, daar zou je hem hebben. Het is 2-0 voor Quick Boys. Niks aan de hand. Volendam kan geen vuist maken in deze fase, zou je zeggen. En dus kan Grunholz, die dus inmiddels in het bezit is van zijn diploma coach betaald voetbal, lekker rustig onderuit zitten. Moet hij dit soort dingen niet te veel zien. Overtredingen gemaakt op de eigen helft. Er komt een gele kaart aan ook voor Panka. En een vrije trap voor Antonioli. En die gaat er prachtig in. Het is niet heel sterk gekiept. Je hebt het idee dat Paul van der Helm iets te ver voor de goal staat. Maar deze Antonioli, ja, die heeft, zoals je dat zo mooi zegt, goede voetjes. En dat laat hij hier ook zien in die wedstrijd tegen Quick Boys. Voetballend kan Volendam niet mee. Maar ja, als je dit soort mogelijkheden krijgt, dan kom je natuurlijk een end. Maar daar is Quick Boys weer. We gaan richting de rust van oefenen getest. Maar die doorstaat die test niet. Want hier is Ravelino Junte en die maakt de derde voor Quick Boys in deze wedstrijd. Kijk eens, ja, zo hard dat de keeper er slechts een hand tegenaan krijgt. Maar zeker niet erachter. Ja, dan gaat hij er dus gewoon in. Quick Boys is in de tweede helft ook nog steeds de heersende partij. Combineert er driftig op los en mag ook hè, van Volendam. En mag dan ook nog eens de vierde maken. Het is de tweede voor El Kashati. Het is zijn achtste van het seizoen. En omdat deze wedstrijd wat eerder begon, bekroont hij zich, al tot topscorer van de Jacks League. Dan gaat de doelman van de Helm hier in de fout en gaat de bal op de stip. Thijs Dochterom heeft gelijk, denk ik. Ja, en zij zien het allemaal van grote afstand aan. En weten dan dat Antonioli een goede trap heeft. Maar dan maakt Van der Helm zijn fout meer dan goed. De aanvoerder en de doelman van Quick Boys zorgt ervoor dat Volendam dus maar één treffer maakt. Ja, Quick Boys doet het eigenlijk verder uitstekend. Maar wordt wat nonchalant. En dan is het slotakkoord voor Milan de Haan. Een speler die alles in het eerste elftal speelde van Volendam. Hier, ja, slordigheidjes aftroeft in de defensie van Quick Boys. Dat overigens wel vrij gemakkelijk zonder publiek wint met 4-2. Dankjewel, daar in de duinen. Scheveningen heeft de afgelopen 9 wedstrijden pas 2 keer gewonnen. En een belangrijke oorzaak voor dat kleine aantal overwinningen moet gezocht worden in de moeite die de Scheveningers hebben met het maken van doelpunten. 5 keer pas werd er gescoord in de eerste 9 wedstrijden van het seizoen. Scheveningen speelt het weekend thuis tegen Noordwijk. Ja, en daar gaat het eigenlijk allemaal prima. Een 8e plaats op de ranglijst, 4 overwinningen op zak in totaal. Hanif Harara zat voor ons lekker in het zonnetje bij de derby tussen Scheveningen en Noordwijk. Vorig seizoen leverde deze wedstrijd een bloedeloze 0-0 op. Maar Noordwijk-trainer Kees Zethof belooft beterschap namens zijn ploeg. Dit belooft dan weer niet veel goeds. Achterin bij de bezoekers geklungel. Maar Lars Jansen voorkomt op tijd dat Julian Mark voor Beken gevaarlijk kan worden. Die links voorin in de basis begint bij Scheveningen. Van Koesveld ruimt op. Althans, dat is de gedachte. Overtreding, Jari de Jong. En hij krijgt daarvoor de gele kaart. Bedelend en smekend probeert hij scheidsrechter Wiersma te overtuigen van zijn onschuld. Maar die toont geen vergiffenis. Vrije trap met Rietveld. Die mikt Huizen hoog over. Opvallend dat de centrale verdediger het klusje op zich mag nemen. Roshanali. Noordwijk begint al een poosje met min of meer hetzelfde elftal. Van Oosten geeft voor en bereikt De Vree. Die onderweg wordt gehinderd door Van Koesveld. Jesper De Vree gezocht. Spelend in de rug van Emiel Wendt. Die wordt vaak geschaduwd. Ook hier even zijn man kwijt. De Vree. Van Oosten vangt op. Probeert af te drukken. Appel voor Hens, maar dat houdt geen stand. Zij worden niet bepaald verwend op houtrust. Het is wachten op de eerste aanvalsopzet van Scheveningen. Aldogan, misschien nu. Immers, Mark Voorbeke. En dan is daar het handelend optreden van Lars Jansen. Eigenlijk voor het eerst. We kunnen de eerste 45 minuten zo goed als wegstrepen. Een overwicht van Noordwijk en dit begint ook wie niet al te best in de tweede helft. Als we het hiervan moeten hebben, dan wordt het toch een herhaling van vorig jaar. En het was toch toegezegd, min of meer, dat dat er dit keer niet van zou komen. Korndijk, terug op Van der Maten, onder druk.
gewaagd, maar wel goed opgelost. Dit een stuk minder. Bouwman, veel ruimte voor de rechtsback om een voorzet af te geven naar De Vree. En daar is dan de band gebroken. Via Jesper De Vree. Hij kwam over van Quick Boys. Kampt met de naweeën, of kampte beter gezegd met de naweeën van een kruisbandblessure. Maar is weer fit en scoort nu voor de tweede keer in 4 dagen. En is belangrijk voor Noordwijk. Wat is het antwoord van Scheveningen? Ingooi Koorndijk. Immers. Aldogan, ja! Waar haalt hij het vandaan met Aldogan? Ja, hij heeft er patent op het maken van schitterende goals. Staat met zijn rug naar het doel. En besluit dan niet na te denken en uit te halen, of beter gezegd om te halen. 1-1. En nu kan het echt een wedstrijd gaan worden. De Niet is ontsnapt. Maar hij verslikt zich eigenlijk in zijn eigen aanname. En daardoor kan Rietveld ertussen komen. Deze week vader geworden, Michael De Niet. Meestal verkeren voetballers dan op een roze wolk. Hij kan dat op het veld nog niet vertalen. De man die vorig jaar op 18 treffers uitkwam. Indrukwekkend aantal. Nu moet hij het doen. 2 competitiegoals en 1 in de beker. Dit is een slappe poging van Mark Fortbeke. Belgische vader, Nederlandse moeder, maar geboren in de Verenigde Staten. Noordwijk met 5 invallers in de slotfase. Onder wie deze Moatassim El Yacoubi. Hem wordt de pas afgesneden. En dus wordt het deze keer geen bloedeloze 0-0. Maar toch een tikje tegenvallend gelijkspel. 1-1. Het absolute hoogtepunt, daar kunnen we niet omheen in deze wedstrijd tussen Scheveningen en Noordwijk, was natuurlijk die prachtige omhaal van Mehmet Aldogan. Sommige mensen die konden hun ogen niet geloven over de manier waarop deze goal viel. Het verraste in ieder geval onze verslaggever Hanni Ferrara. Wat deed jij nou? Ja, een uitbal. Ik denk via Lex kwam die voor me, dus ik dacht, wat moet ik doen? Nou, niet nadenken. Omhaal. Lag erin. Heel mooi in de hoek. Ja, want dit had je waarschijnlijk niet voor mogelijk gehouden toen je die aanval in zag gezet worden. Nee, zeker. Weet je, een uitbal, je verwacht zo'n bal niet en dan stuitert hij voor je. En dan denk je, ja, het enige wat je kan doen is een omhaal maken. En dan ging hij fantastisch erin. Een punt, dat is vast niet waarvoor jullie naar Scheveningen zijn gekomen. Nee, we waren hier natuurlijk voor de 3 punten. Laatste 3 potjes, 7 punten, dus we zaten in een goede flow. Nou ja, en Scheveningen stond best wel een beetje bij de onderste regionen. Dus dat had lekker geweest als je voor Quick Boys nog even 3 puntjes had gehad. Dan zat je nog in een goede flow. Maar ja, 1-1. We hadden wel moeten winnen, denk ik. Zij hebben niet heel veel kansen gehad. Wij misschien ook niet, maar na die 1-0 mag je natuurlijk nooit zo snel die 1-1 weggeven. Ja, wat zie je gebeuren? Ingooitje van Scheveningen. Eigenlijk niks aan de hand. Hij scoort hem natuurlijk nooit meer zo, maar hij mag wel 3 keer stuiteren en lekker een omhaaltje doen. Dus dat is niet goed van onze kant. Er moet wel iemand in een duel komen of hem een blok geven of een duwtje. Maar ja. De bottleneck bij jullie is wel duidelijk, hè, dat scoren. Want je bent nu zelf van de nul af, maar het gaat bij jullie ook niet florissant. 6e goal pas in 12 wedstrijden? Ja, klopt. Alleen we maken ons niet zo druk. Dus die doelpunten gaan vast wel komen. Ik denk dat we eigenlijk zo snel mogelijk wat punten moeten gaan pakken. Dit zou eigenlijk een belangrijke stap kunnen zijn voor een serie neer te zetten. En dan volgende week weer een thuiswedstrijd. Ja, met een punt moet je dan ook blij zijn. Ja, zo is het ook natuurlijk. Ieder puntje is er 1. We gaan naar Amsterdam. En als je de naam AFC uitspreekt, dan denk je eigenlijk daar automatisch meteen het woord titelkandidaat bij. Nou, dat is zeker gezien de Amsterdamse spelersgroep geen gekke gedachte. Maar het lijkt erop dat er een beetje sleet op de ploeg zit. De laatste 2 wedstrijden leverden een nederlaag en een 0-0 gelijkspel op. Misschien wel het ideale moment voor FC Lisse om op bezoek te gaan naar de Amsterdamse Zuidas. En ook onze Danny van der Bos trok naar Amsterdam en hij trof daar bij AFC tegen FC Lisse een hoop bekenden uit de Bollenstreek. Joel Tillema, Oussama, Siali, Reilly, Ignacio. Het is een greep uit de basis van AFC. Bekende namen. Siali heeft een verleden bij Lisse. Vandaag tegen zijn oude ploeg. Op jacht naar de 5e thuisoverwinning op rij met AFC. Met meteen een grote kans.
voor Ignacio. Vorig seizoen 21 doelpunten, dit seizoen pas 2. Dus het gaat nog niet heel erg lekker met hem. De vraag is, waar ligt dat aan? Hij werd goed bediend in ieder geval. Melvin Platje samen met Ignacio, een van de andere spitsen. En dit is net aan. Ignacio kan er net niet bij. Gevaar geweken, maar Lisse staat onder druk. Lisse is gewaarschuwd. Want AFC valt constant aan. Daar opnieuw een kans. Een grote kans voor Siali. Het blijft 0-0. En daar mag Lisse heel tevreden mee zijn. AFC breekt opnieuw uit. Reilly Ignacio aannemen, schieten. En daar zit Kevin van der Zwet goed tussen. En zo voorkomt hij dat Reilly Ignacio FC Lisse schade aan kan brengen. Maatsen, ja, probeer het maar eens van afstand. Ja, zo is Lisse toch al een aantal keer goed weggekomen in deze wedstrijd. Heeft Erik Cummins genoeg te doen gehad. Was in de afgelopen wedstrijd niet gelukkig. En dit is dan de openingstreffer. 50 seconden na rust. En niet voor AFC, maar voor Lisse. Het is Kleibroek die het probeert. Ziet zijn kans schoon. En dat lukt. Het is eigenlijk een van de eerste kansen van Lisse in deze wedstrijd. Zoveel hebben we er niet gezien. Dit is goed weggestuurd. Enzo Stroo 1 op 1 met de keeper. Schiet maar. En dan is het Van Zetten die er goed tussen zit. Stroo geblesseerd moet het veld verlaten. De vraag is hoe ernstig zijn blessure is. Dit is slordig. Dit is slecht. En dit is de gelijkmaker van AFC. En dan komt hij op naam van Ignacio. Hij raakt hem nog. Kevin van der Zwet zit er net niet tussen. En dan staat het gelijk. Wat kan Lisse? Nou, dit kan Lisse. Want dit is Jaap Zwetsloot met de 1-2. Goede voorzet van Björn Mussen. En zo staat Lisse weer op voorsprong. En wat is dit dan? Een rare wedstrijd. Melvin Patje. Voorlangs. Ja, de voorwaartsen van AFC hebben voldoende kansen gehad. Matthijs Jessen met de voorzet. En Ignacio op de lat. Het zit AFC wat afronden betreft niet goed mee. Lisse zit het wat dat betreft wel mee, maar hier niet. De invaller Matthijs Jessen. Hij zorgt voor veel gevaar vanaf de linkerkant. Staat hier helemaal vrij en doet dit prachtig. Vlak voor tijd de gelijkmaker. En dan moet Lisse het achterin dicht gaan zetten. Want AFC ruikt bloed. Weer die Matthijs Jessen. Voorzet. Komt er dan een kopbal. Kenny Thijssen doet dat. En daar is Tillema. En zo buigt AFC deze wedstrijd in de laatste minuten van deze wedstrijd volledig om. De kopbal van Kenny Thijssen. En dan is het Tillema die hem van dichtbij binnen kan tikken. Ja, en dan is dit toch wel verdiend voor AFC. Maar het is wel zonde voor FC Lisse. Vooral zuur. Raymond Bronckhorst ziet zijn ploeg de punten verspelen in de slotfase. Lisse verliest met 3-2. Ja, nederlaag voor FC Lisse. Die nog eens extra zwaar valt. Vanwege het toch op het oog zware blessure. En het uitvallen van de spits Enzo Stroo. De vraag aan Lisse-trainer Raymond Bronckhorst. Of hij nou precies heeft kunnen zien wat daar gebeurde. Nou ja, volgens mij wilde hij er voorbij gaan. En die keeper die pakt voor mij zijn enkel en die ging aardig dubbel. Maar ja, het is altijd even afwachten hè, hoe dat eruit ziet. Daar kan je vandaag niet zo heel veel over vertellen. Maar dat is even afwachten. Wat is dit voor week geweest? Want je speelde natuurlijk afgelopen dinsdag tegen Volendam. Tegen 10 man, verliezen met 4-2. Hoe kijk je terug op deze week? Wat haal je hieruit? Nee, kijk, afgelopen dinsdag was gewoon een off day van ons allemaal. En als ik dan zie wat we vandaag qua bereidheid op de mat leggen, dan is dat natuurlijk wel fantastisch. Hè? Als je ziet dat een energie echt wordt gebracht door de jongens, dan kan ik daar alleen maar heel erg trots op zijn. Alleen, het is natuurlijk dood en dood zonder dat je niet jezelf beloont. Als je een keer had kunnen winnen, hè, dan was het vandaag geweest. Alles zat mee daarvoor. Je staat 2-1 voor in de 86 minuten en dan moet je gewoon binnenslepen. Nou, om eerlijk te zijn, vandaag waren we er. Voorzetten kwamen,
trainer had een iets aanvallendere opstelling vandaag gezet met Siari natuurlijk in plaats van Djurik. Jawel, die veel al bijna eigenlijk als rechtsbuiten stond. Dus uiteindelijk gaat de trainer nu heel blij zijn wat ik ga zeggen. Uiteindelijk is het uitvoering. Denk ik. En ja, maar ja, weet je, laten we het positief bekijken. We hebben vandaag heel veel kansen gecreëerd. Ignacio was nog niet de oude, maar uiteindelijk heb ik er wel eentje weer bij kunnen schrijven. Dus nogmaals, ik ga echt met een blij gevoel het weekend. De bovenste vier wedstrijden heeft u gezien, dan de andere uitslagen in de tweede divisie. Excelsior Maassluis tegen HSC Hardenberg eindigt in 2-2. De Treffers wint met 3-0 van Kozakkenboys en IJsselmeervogels en Jong Sparta spelen met 3-3 gelijk. OFC, ze verliezen wederom, zou je bijna zeggen, 0-2 tegen Spakenburg. En TEC tegen Koninklijke HFC, vandaag gespeeld, eindigt in 2-2. Quick Boys, de koploper in de tweede divisie. Ze nemen afstand van HHC Hardenberg. 22 punten voor Quick Boys, 20 voor Hardenberg. En de Treffers en Katwijk volgen daar weer op plaatsen 3 en 4. Rijnsburgse Boys, kijk eens even. In één week klimmen van plaats 13 naar plaats 6. Dat is hartstikke knap natuurlijk. Knap is ook de negende plaats van Noordwijk. FC Lisse staat op de 13e plek met 12 punten uit 10 wedstrijden. 1 plaats eronder staat Scheveningen met 2 punten minder. Onderaan is het nog altijd kommer en kwel in Osaan. OFC, de hekkensluiter. 4 punten uit 10 wedstrijden. In de derde divisie zaterdag is Terlede bezig met een opmerkelijke, knappe opmars. Ze waren een beetje het lelijke eentje, want winnen lukte maar niet bij die ploeg uit Sassenheim. Tot op 24 september de ban werd gebroken. Op de verjaardag van trainer Nico Oosterlee werd Staphorst verslagen. De eerste overwinning voor Terlede. En daarna volgde een heuse serie. Want ook Sparta Nijkerk en Hoek werden verslagen. Nou, om het kwartet overwinningen te volmaken moet ook Urk verslagen worden. Urk en Terlede hebben voorafgaand aan deze wedstrijd evenveel punten. Namelijk 10. Het zijn respectievelijk de nummers 15 en 14 van de derde divisie zaterdag. Waar Terlede in de winning mood is, ja, dan zou je bij Urk kunnen spreken van een losing mood. 5 wedstrijden op rij, maar liefst verloren. En in die 5 verliesbeurten 16 doelpunten tegen. Dat zijn cijfers die niet zorgen voor al te veel vertrouwen. En dat zelfvertrouwen is natuurlijk groot bij Terlede. 4e minuut wedstrijd en daar is de 1-0. Dirk Hoekstra. Uit een doodspelmoment. De Kruis met de hoekschop, Arroyo met het hoofd en Hoekstra met het voetje. Lekker zo'n vroege voorsprong tegen die ploeg uit Urk. Lijkt me Hens, spel mag door. Aan de rechterkant ligt de ruimte bij Schraal. Schraal, bewegingen zijn aardig. Het schot gaat voorlangs. Mark de Vries weer in de goal. Afgelopen woensdag in die winstpartij tegen Hoek was hij er niet bij. En hier komt Terlede goed weg. Hessel Snoek. Met de prima redding natuurlijk van Mark de Vries. Mark de Kruis. Demarage. Wie vindt hij? Zijn broer. Luc de Kruis. Vizier niet helemaal scherp. Had de 2-0 kunnen zijn. Tweede helft. Nog altijd die magere voorsprong voor Terlede. De ploeg die dus opzien baart. Dit is een penalty. Ja, dat kan niet anders. Het uitgestoken been. Schraal gaat er overheen. En dus is de penalty terecht. De redding van de Vries. Ja, afgelopen woensdag tegen Hoek kregen ze ook een penalty tegen. Toen stond Daan Prins in de goal. En die hield hem ook tegen. Je gaat bijna denken dat Terlede erop traint. Urk, ze dringen aan. De bewegingen zijn aardig, maar dan het vervolg. Waar ligt de ruimte? Het is pielen op de vierkante meter. Maar die bal die komt maar niet weg van de helft van Terlede. Hoog inbrengen. Roffelsen met de handen. Ja, en dan fluit de scheidsrechter voordat de goal er is. En geeft hij een penalty.
Nou, weer mis. Hoe is het mogelijk? Twee penalties missen in één wedstrijd. Ja, dan is het niet gek dat je 5 nederlagen op rij hebt geleden. En dan aan de andere kant, 3 minuten voor tijd. Invaller Melvin van Stijn. Ja, als je ze zelf niet maakt vanaf 11 meter, dan maakt de tegenstander ze wel. 2-0, wedstrijd gespeeld. De Kruis met het slotakkoord. Het is knap wat de Kruis doet. Het betekent de 3-0. Terleden, weer een overwinning. De 4e op rij. Dit zijn de uitslagen in de 3e divisie. Zaterdag Terleden hebben we gezien. 3-0 tegen Urk. En dit zijn de andere uitslagen in de 3e divisie zaterdag. Ook een overwinning voor FC Rijnvogels. 5 minuten voor tijd. De winnende treffer van Dennis Bakker. ACV tegen GVV. Verrassend toch wel. 2-1 voor de ploeg uit Assen. Harkemaanse Boys verliest op eigen veld met 1-2 van Barendrecht. En VVOG Stedoco eindigt in 2-3. Staphorst tegen DVS 33 Ermelo 1-4. Sportlust wint met 4-2 van Sparta Nijkerk. AZA Hoek eindigt in 0-3. En Dovo wint met 2-1 van Excelsior 1-3. Dovo is de nieuwe koploper in de 3e divisie zaterdag. Gevolgd door die andere ploeg uit Veenendaal, GVVV. FC Rijnvogels, hartstikke knap natuurlijk, die 6e plek. 16 punten uit 10 wedstrijden. En Terleden, kijk eens, ze stonden vorige week nog onderaan. Nu staan ze op de 11e plaats. 13 punten uit 10 wedstrijden. VVOG en Harkemaanse Boys, die bungelen aan de start. De 3e divisie zondag dan. Een nederlaag voor VVSB. Ze verliezen met 3-2 van Blauw-Geel 38 nadat ze met 2-0 hebben voorgestaan. Kwik wint van Dongen. 2 keer Frank van der Heijden en 1 keer Rashid Bouahouzan. SV Os 1920 tegen UNA eindigt in een 1-1 gelijkspel. Gemert TOGB eindigt in 1-2. En GVV Unitas ADO 20 1-3. Diezelfde uitslag was er te zien bij Baronie tegen OJC Rosmalen. En Dem verliest in eigen huis met 0-3 van Hercules. Jos Watergraafsmeer, UDI 19, 3-1. En HSC 21 tegen Groene Ster, een 1-1 gelijkspel. ADO 20 is de koploper in de 3e divisie zondag. 28 punten uit 10 wedstrijden. En het gaatje met HSC 21 en VVSB is al behoorlijk. 10 punten maar liefst. Kwik vinden we terug in het rechterrijtje op de 12e plaats met 11 uit 10. Onderaan, Dongen. Je krijgt met de week meer medelijden met die ploeg uit Brabant. 0 punten uit 10 wedstrijden. Tot zover deze uitzending van TVW Sport. Volgende week zondagavond, 8 uur, dan zijn we er weer. Staan er weer een paar aardige wedstrijdjes op het programma. Graag tot dan en een mooie week.